Het is dinsdagochtend en een nieuwe trainingsdag voor Adam Maher. Alleen dit keer zonder zijn teamgenoten. Zij maken zich namelijk klaar voor de wedstrijd tegen Vitesse. Maher is daar niet bij vanwege een schorsing. En dat heeft te maken misschien wel met zijn nieuwe rol op het veld. Klopt. In het verleden heb ik ook altijd aanvallende middenveld gestaan. Dus dan kom je al wat minder in die positie. En nu probeer je in de verdedigende taken voor het team. Moet je soms een kleine overtreding maken. Mahi, en die krijgt een tik van Maher. Zo'n nuttige overtreding, dat was afgelopen zaterdag het geval. Ja, voor mijn gevoel was Mahi in de counter en ik wilde de bal er vanaf pakken. En uiteindelijk tikte hij hem net met zijn linker weg. Maher loopt alweer heel wat jaren mee in de voetballerij. En hij weet dat er meer bij komt kijken dan alleen voetballen. Ja, kijk, nu word je wat ouder, dus je bent wat volwassener. In de zin van dat je dingen anders opvat. Ook naar de wedstrijddagen toe. Maar ook met je voeding, de rust. Je wordt serieus eigenlijk? Ja, tuurlijk. Je wordt wat volwassener, dus er komen ook andere dingen bij kijken dan dat je 18 bent. Dus die volwassenheid hoort erbij. Ja, Adam Maher wordt volwassen. Nee, Ben is volwassen. Is volwassen. Maar hij speelde de hele jeugdopleiding bij AZ. En keerde afgelopen zomer weer terug in Alkmaar. Inmiddels staat hij wel bekend als het kind van de club. Ik hoor dat wel vaker. Uiteindelijk heb ik hele mooie jaren meegemaakt hier. En vanuit de jeugdopleiding ben ik doorgebroken. Dus uiteindelijk, zo kan je het wel noemen. Maar is het soms voor jou misschien wel makkelijk om hier goed te presteren? Omdat je hier gewaardeerd voelt, de fans, de mensen hier op de club. Je kent alles en iedereen. Nou ja, kijk, het hangt er ook vanaf. Ik denk ook dat ik bij andere clubs goed kon presteren. Alleen dat heeft ook met bepaalde dingen te maken. En wat is dat dan? Kijk, wat ik al in het begin had gezegd, van de duidelijkheid die ik had gekregen vanuit hier. Dat ik hier kwam trainen eigenlijk. En uiteindelijk van de trainer een hele duidelijke boodschap had gekregen. Ik voel me ook veel fitter en frisser. AZ draait weer goed sinds de komst van Maher. De middenvelder bepaalt het ritme van het Alkmaarse spel en is het begin van bijna elke aanval. Dit is de Maher waar de voetballiefhebbers van genieten. En dat doet hij zelf natuurlijk ook. Je bent ook gelijk wat gelukkiger in het leven. Je straalt ook gelijk plezier uit. Alles gaat gewoon weer zoals het eigenlijk hoort te gaan. Het hoort niet zo te gaan, maar het is wel dat plezierig wat er eigenlijk uitstraalt van het hele team eigenlijk ook. En natuurlijk denk je er wel na. Want je weet ook de tijden dat het wat minder ging. Waar je niet wekelijks speelde. En daarom heb ik ook de keuze gemaakt om hier naartoe te komen. Om uiteindelijk het vertrouwde omgeving en de plezier weer terug te vinden in het voetbal. Maher houdt van AZ en AZ houdt van Maher. Zo scandeerden de Alkmaarse fans afgelopen weekend zijn naam. Kippenvel. Dat het stadion, dat iedereen je naam scandeert, dat is eigenlijk geweldig. Ja. En het voelde ook echt fantastisch. En ja, ik heb er eigenlijk weinig woorden op. Ja. Aan het eind van dit seizoen loopt het contract van Maher af. Op dit moment zijn beide partijen met elkaar in gesprek. Het belangrijkste is voor mij om weer wekelijks in, wekelijks uit te gaan voetballen. En uiteindelijk probeer je dat weer te laten zien. En als dat bij AZ is, dan is dat bij AZ. En dat hoop ik.